Bij de Katholieke Onderwijzersbond worden morgen bestuursverkiezingen gehouden. Twee kandidaatbesturen hebben zich aangemeld voor deze verkiezing. Kandidaatvoorzitter Bernie Sterbeek van de groep De Frisse Denkers meent dat het KOB-bestuur aan verjonging toe is. Ze zegt dat een aantal zaken gerealiseerd moeten worden voor de leden van KOB. De waardering voor onderwijsgevenden en sociale projecten voor deze groep genieten bijzondere aandacht van Terbeek. Okay. Ja, mevrouw Terbeek, de verkiezingen voor het nieuw bestuur van KOB is morgen al. Waarom zouden mensen voor uw bestuur moeten kiezen? Nou, waarom mensen voor mijn bestuur moeten kiezen? We doen aan verjonging. Niet dat die andere groepen zonder hun tekorten doen hoor, maar wij doen aan verjonging. En we hebben goede doelen. Terbeek is niet tevreden over de huidige rechtspositie van leerkrachten van de KOB. De positie van de onderwijsgevenden moet volgens haar veiliggesteld worden. Wij vallen onder burgerlijk wetboek. En de afgelopen tijden hebben we echt mogen meemaken dat onze werkgever daarmee niet grapt. We moeten de rechtspositie van onze collega's moeten we veilig gaan stellen. Ik heb het in een eerder programma op een ander medium gezegd van we moeten gaan kijken wat mag en wat mag niet. Want als je spelregels hebt, moet je je houden aan de spelregels. En daarvoor wil ik gaan. Ik wil echt dingen zwart op wit zetten, wat mag en wat niet mag. Wat kan en wat moet. Dus die dingen wil ik echt op papier gaan zetten. Die baan van onze collega's moet veilig gesteld zijn. Kandidaatvoorzitter van de KOB, Bernie Sterbeek. De bestuursverkiezingen worden morgen gehouden in het centrum van KOB.